Hoi en welkom bij een nieuw podcast van de Vervida Academy. Tegenover mij zit Gunther Himschoot in België. Goedemorgen Gunther. Goedemorgen Peter, hallo. Hoi. Ja, de podcast van vandaag. Het zijn een beetje rare tijden. En ja, een beetje onzekere tijden ook. En veel mensen zullen misschien wel denken van... Goh, wat moet ik nou met mijn bedrijf? Moet ik doorgaan? Moet ik stoppen? Moet ik het over een andere boeg gooien? En wat doe ik dan met mijn domeinnaam? De domeinnaam die ik ooit heb geclaimd, bijvoorbeeld bij Vervida. Wat is nou het doel? Wat moet ik met die domeinnaam? Moet ik hem opzeggen of moet ik hem behouden? En eigenlijk gaat deze podcast over geven je een aantal redenen waarom je niet direct je domeinnaam zou moeten opzeggen. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje van ons. Want Gunther, zo is het toch? Ja, klopt. Dat is helemaal correct. Want ja, een domeinnaam, als het puur om de domeinnaam gaat, dan is het ongeveer .nl domeinnaam. Dan is het ongeveer €12 per jaar in het duurste geval wat je kwijt bent. En ja, god, dat zijn ook niet de kosten. Vinden we, maar er zijn andere redenen waarom je je domeinnaam niet moet opzeggen. En nou ja, wat zijn nou de redenen om hem niet op te zeggen? Nou Gunther, brand dus los. Wat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen om je domeinnaam niet op te zeggen? De belangrijkste reden is eigenlijk, vind ik zelf, is security. Ik zal even nader toelichten wat ik daarmee bedoel. Security vooral omdat wanneer je je domeinnaam laat vervallen. Als je zegt van kijk, ik heb mijn domeinnaam niet meer nodig en je laat je domeinnaam vervallen. Dan heb je twee mogelijkheden of een combinatie van de twee. Hè. In eerste instantie kan je domeinnaam heel erg interessant zijn voor iemand. Als een soort van, laten we zeggen dat je je activiteit in je domeinnaam vermeld staat. Ik zeg maar wat Timmerman... Timmerman.nl bijvoorbeeld. Stel je voor dat je die domeinnaam hebt en je laat die domeinnaam vervallen. Je laat die domeinnaam gewoon terug vrijkomen op de markt. Want dat is letterlijk wat er gebeurt. Als jij je domeinnaam niet verlengt, dan zal hij een aantal dagen, afhankelijk van de extensie, een aantal dagen in quarantaine gaan. En na die quarantaineperiode zal hij terug vrijkomen voor iedereen die ook maar een domeinnaam kan registreren met die extensie. Dus stel je voor dat je een heel interessante domeinnaam hebt en je zegt die op, dan zal een andere warehouser, noemen we dat, die domeinnaam gaan opkopen, die domeinnaam gaan registreren en ervoor zorgen dat hij die domeinnaam op een of andere manier zelfs soms in een pakket kan verkopen aan jouw concurrent, zeg maar. Want het zal een conculega zijn die heel erg geïnteresseerd is, het zal een andere timmerman zijn of een bedrijf die timmerwerken verzorgt. Zal heel erg geïnteresseerd zijn om die domeinnaam te kopen. Nu, je zou kunnen zeggen, ja, security, wat heeft dat te maken met security? Wel, aan die domeinnaam op zich, de domeinnaam op zich is niet zo erg, maar het is gewoon wat daarmee kan gebeuren. Aan een domeinnaam hangen ook e-mailadressen vast. En het zijn nu net die e-mailadressen. Hè? Iemand kan, de nieuwe partij kan aan dat e-mailadres gewoon één catch-all e-mailadres hangen. Wat wil zeggen dat één catch-all e-mailadres gewoon luistert naar alles wat @timmerwerken.nl bijvoorbeeld binnenkomt, om het even wat je ervoor zet. En dan zal hij eigenlijk alle mailtjes krijgen van iedereen die ook maar een e-mailadres had op @timmerwerken.nl. Of timmerman.nl, waar we het eigenlijk over hebben, over die domeinnaam. Nu, op dat moment zal hij inderdaad heel veel spam en advertenties binnenkrijgen. Maar er zullen ook een aantal mailtjes tussen zitten die heel erg belangrijk zijn. Bijvoorbeeld diensten waarop je geabonneerd bent. Je hebt je misschien ooit aangemeld voor een training. Of je hebt een Google Analytics account of een Google advertentie account. Of weet ik veel wat. Waar ook nog een keer jouw creditcard aan toegevoegd is. Waar bepaalde facturatiegegevens bewaard zijn. En op die manier kun je eigenlijk, je zult zeggen van, hij heeft dan toch nog mijn wachtwoord niet van dat ding. Nee, dat klopt. Maar met een eenvoudige password reset natuurlijk komt hij heel snel jouw wachtwoord te weten niet. Maar hij gaat gewoon zijn eigen wachtwoord gaan instellen. Dus dat wil ook zeggen dat je er zelf niet bij kan, bij dat account. Dus je kunt ook de gegevens niet meer gaan aanpassen.
En hij kan ook beschikken over alle andere zaken die in dat abonnement of in die dienst eigenlijk inbegrepen zitten. Dus dat is heel erg gevaarlijk dat er op die manier eigenlijk een soort van fraude gaat gebeuren, waardoor iemand bijvoorbeeld advertenties kan draaien met jouw domeinnaam, met jouw gegevens voor een andere website bijvoorbeeld. Ja. Dat is eigenlijk een van de dingen al die heel erg belangrijk zijn. Ja, beveiliging, security. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat die persoon uit jouw naam bijvoorbeeld mailtjes kan gaan versturen. Hè? Dan. Dat is ook nog iets. Dat is eigenlijk ook nog een gevaar, inderdaad. Hij kan zomaar in jouw naam eventueel facturen sturen. Want er zullen ook mailtjes, communicaties inzetten in die eventueel mails die je krijgt van een klant. Als je bijvoorbeeld een webdesigner bent en je hebt websites gebouwd, dan staat je naam ook meestal onderaan aan een website vermeld. Dus een eenvoudige Google zoekopdracht kan eigenlijk al leiden tot het terugvinden van jouw klanten. Dus ja, eigenlijk is dat dan één nog. Dan gaat het over de domeinnaam en de daarbij aangekoppelde e-mailadressen, om nog maar te zwijgen van jouw website zelf. Jouw website als die een belangrijke website is, als die ook wat aanzien heeft gekregen, als die ook een bepaalde reputatie heeft opgebouwd online, waar hij bepaalde bekendheid heeft, en je gaat die dan gaan opzeggen, dan kan het heel erg interessant zijn van andere partijen om die domeinnaam te hebben, zodanig dat ze jouw website kunnen gaan gebruiken ook om mensen op een of andere manier dezelfde soort website voor te schotelen, maar dan met een slechte bedoeling daarachter. Ik meen me te herinneren dat er een voorbeeld is van de ketchup-gigant. Inderdaad. Heinz. Ja, klopt. Dat is heel grappig. Want die Heinz die had op een bepaald moment een soort actie bedacht. En ze hadden voor die actie een actie-URL gemaakt. Ik zeg maar heinzactie.com bijvoorbeeld. En op dat moment, uiteindelijk de actie was afgelopen. Maar de domeinnaam was dan, laten we zeggen, een jaar later was de domeinnaam opgezegd. Maar natuurlijk stonden wel nog steeds die producten in de winkelrekken op veel plaatsen waar die actiecode nog op stond. Ze hadden dat gedaan aan de hand van een QR-code. Dus de domeinnaam was te komen vervallen. Iemand anders had die domeinnaam opgepikt, had die domeinnaam geregistreerd, had die doorgelinkt naar een pornografische website. En uiteindelijk iedereen die dus heel doodleuk die QR-codes kende op die ketchupflesjes, die kwam eigenlijk terecht op een porno-website. Dus op dat moment krijg je heel wat schade aan je eigen, merk eigenlijk. Je merknaam, je merk, maar ook, je komt niet zo serieus over. Mensen gaan er ook wel mee lachen en mensen gaan er ook, het vertrouwen kan een beetje weggaan eigenlijk in je bedrijf. Nou, het kan natuurlijk, kijk, die flessen die staan gewoon in huis. En die staan op tafel tijdens het eten. En wie is er tegenwoordig handig met telefoons en QR-codes? Dat zijn de kinderen, toch? Ja, inderdaad. En als je zit te eten met papa en mama en jij scant die code en jij zegt, hé, kijk eens wat ik zie. Dan heb je gelijk wel de pop aan het dansen natuurlijk. Ja, klopt. Dus dan ben je gewoon echt negatief in het. Kom je uiteindelijk negatief in het nieuws. En dat wil je te alle tijden voorkomen natuurlijk. Want je domeinnaam en je website die bouwen een bepaalde reputatie op. En dat kan voor inderdaad voor internetcriminelen best een handig dingetje zijn. Iets waarnaar ze op zoek zijn. Ja, je valt op, hè. Dus als mensen zien. Er zijn tools, voldoende tools om te kijken of bepaalde welke websites bijvoorbeeld trending zijn of welke zoekopdrachten trending zijn. En aan de hand van dat, nu niet een website die 100 bezoekers per dag heeft, is het weinig waarschijnlijk dat iemand gekaapt zal worden of dat iemand op die manier heel erg misbruikt zal worden. Maar elke vorm van misbruik is dan ook wel belangrijk. Ik bedoel, een domeinnaam die ook maar een beetje reputatie heeft in een bepaalde sector, die zal, die heeft mogelijkheid om gekaapt te worden. Al is het maar gewoon door je conculega. Dus al is het maar door de concurrent die twee straten verderop zit. Die gewoon niet zo slechte bedoelingen heeft, maar die zegt van timmerwerken Hemschoot.be bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk wel interessant. Die man, stom, want die heeft nu timmerwerken Hemschoot.com en die laat die BE schieten. Ja, ik ga die BE registreren, ik ga die linken naar mijn website en dan heb ik alle mensen die zoeken op zijn
domein nog. Want heel vaak hebben mensen gewoon websites geboekmarkt in een, bij een favorieten eigenlijk. Of zit het ergens standaard bij in? Of zit het in een CMS-systeem waar mensen... Of in een boekhoudpakket of whatever. Weet je wat het is? Mensen hebben natuurlijk ook in het verleden visitekaartjes uitgedeeld. En daar staat ook die domeinnaam op. Klopt. Mensen hebben mailtjes ontvangen van jou. Waar offertes ontvangen bijvoorbeeld. En daar staat ook dat mailadres nog in. Ja, klopt. En die mensen, stel dat het een oude klant is van jou. En die denkt van, hey, ik ben op zoek. Ik wil heel graag diezelfde timmerman weer hebben. En die gaat vervolgens mailen met die nieuwe, naar het mailadres wat ze hebben. En vervolgens komen ze dus uiteindelijk dan bij de concurrent terecht, bij een ander. Wat dan eventueel voor schade kan... Nou ja, je haalt ze in ieder geval... Ze komen niet meer bij jou. En dat wil je natuurlijk wel zien te voorkomen. Ja. Bovendien is het ook zo dat... mensen kunnen dus echt een exacte kopie van jouw website gaan neerzetten. Het opperde jou, net. En daarmee inhoud opzetten. En door middel van die inhoud bijvoorbeeld e-mailadres gaan achterhalen. Want er zijn sites die de geschiedenis... Want je kan ook bedenken van... Ja, maar mijn website nabouwen, hoe kunnen ze dat nou doen? Want ze weten toch niet hoe mijn website eruit zag, zo'n crimineel. Maar er zijn tools online te vinden... Zeker. Als je de website intikt, dan kun je de geschiedenis van zo'n website terugzien. Ja. En dan kun je die website alsnog een beetje in ieder geval opbouwen zoals die was. En je kunt ook zien wie er klant waren van het bedrijf met die website. Ja, de klant zijn van het bedrijf, dat is enkel als je een portfolio online hebt staan of zo, dan kun je dat gaan Precies. zien. Precies, dus, ja. Maar ja, heel veel mensen doen dat wel, want... Het is een soort van, enerzijds wil je heel graag reviews laten zien van mensen. Dus die mensen zijn ook, je zal niet een review laten zien van iemand die geen klant is van jouw bedrijf. Dus je gaat reviews laten zien in je website. Dus als je een beetje een website hebt die toch wel, probeert om mensen te gaan verleiden. Of om onze marketing tips of onze SEO tips die we ook wel aandragen... om die te gaan gebruiken en om die ook te gaan toepassen... dan heb je sowieso een aantal zaken op je website staan... waar andere mensen iets mee kunnen. Wat ook een belangrijke reden is eigenlijk om je domeinnaam niet op te zeggen... dat is dat je ook je e-mailadres kwijt bent. Hè? Want je domeinnaam en je e-mailadres die zijn... zeker als je het hebt over een domeinnaam en een professioneel e-mailadres... Hè? Want zakelijk, Timmerman... neem maar even mijn voornaam peter@timmerman.nl. Als we die lijn maar even aanhouden. Dat adres timmerman.nl, dat ben je kwijt. Want dat is, je domeinnaam is timmerman.nl. En de bijbehorende e-mailadres wat je dan hebt is ook @timmerman.nl. En alles wat erbij komt. Hè, zoals jij in het begin al uitlegde. Ja. Maar dat ben je dus kwijt. En ook als je dat heel graag toch zou willen houden. Zodra je domeinnaam opzegt, vervallen jouw rechten op de domeinnaam en vervalt dus ook dat mailadres. Ja, en, klopt. En dus kun je ook niet meer via dat adres mailen. En ook eventueel mensen die jou nog proberen te bereiken, om de een of andere reden. Stel dat je een andere, dat je gewoon iets wel hetzelfde bent blijven doen, maar dat je een andere domeinnaam hebt geregistreerd omdat je die cooler vindt of interessanter vindt. En je wil daarom, stel dat je ineens timmermangroningen.nl hebt, denk daar moet ik die boek hebben. Mm-hmm. En je gaat timmerman.nl opzeggen. Timmermangroningen.nl wordt je nieuwe en timmerman.nl denk je, die doe ik weg. Ja, dan ben je dus het mailadres, alle mailaccounts daarop ben je ook kwijt. En, ja. Maar mensen gaan nog wel mailen naar timmerman.nl. Ja, klopt. Nu, je mag niet vergeten, enerzijds je zegt nu heel mooi, je e-mailadres ben je kwijt. Maar heel vaak wordt er niet nagedacht, want mails worden de dag van vandaag, heeft iedereen een IMAP-account. Dus mails worden de dag van vandaag gewoon online bewaard. Dus op de server van de hoster, wat heel erg veilig is ook natuurlijk. Er staan virusscanners en er staan spamfilters en er worden backups genomen en van dat soort allemaal. Maar waar mensen er niet over nadenken, ik zeg mijn domeinnaam op, oké, maar ik heb mijn mail nog. Forget it. Ik bedoel, de dag dat je de domeinnaam opzegt, vervalt die connectie met met die IMAP-server. Die mapjes worden niet meer gesynchroniseerd. Mail in je mailbox valt weg. En je bent ook je mail kwijt. Dus dat is ook nog zoiets van, let daar heel goed mee op. Als je zegt van, ik stop ermee, stop, geen probleem. Als je echt wil opzeggen,
Oké, no problem. Maar zorg er wel voor op dat moment dat je een backup hebt van al je e-mailadressen. Want, of een, een backup hebt van al je e-mail. Want dat is wel heel erg belangrijk. Dat is, dat is volgens mij nog belangrijker dan alleen maar ik heb dat e-mailadres niet meer. Maar je alle mail die je in al die jaren hebt verzameld. Waar misschien heel erg belangrijke contracten nog in staan. Of heel erg belangrijke mailtjes met opdrachten of whatever. Die ben je ook kwijt. Ja, want stel, even, om even terug te... want dat is echt zo. Dus stel dat je niet stopt met je bedrijf. Maar dat je bijvoorbeeld een andere domeinnaam hebt geregistreerd. Mm-hmm. En daarmee verder wilt. Dan is het altijd slim om de huidige domeinnaam aan te houden. De domeinnaam die je hebt, die je had. En die te laten doorschakelen naar je nieuwe mailadres. Dan behoud je, te laten doorschakelen naar je nieuwe website. Want daarmee behoud je dus je e-mail, je behoudt de domeinnaam, je behoudt je e-mail en dus ook alle inhoud daarvan, van je mailaccounts. Ja, klopt. En iedereen die gaat zoeken op timmerman.nl, die link, die URL intikt, die komt automatisch toch terecht bij jouw nieuwe website of op je nieuwe domeinnaam. Timmermangroningen.nl, zo is het ook weer. Ja, klopt. Uiteindelijk zijn we nu een beetje naar de oplossingen naartoe aan het gaan eigenlijk. Want wat ook wel belangrijk is, hè, dus wat uiteindelijk zou je nu kunnen zeggen van wat kunnen we nu doen als jij zegt van kijk, mijn domeinnaam gebruik ik niet meer en je wil overstappen op een andere domeinnaam, hè, dat pik ik even gelijk aan waar jij zit, dan zou je een aantal zaken kunnen doen. Hè. Je zou kunnen zeggen van ik ga even kijken in Google Analytics. In Google Analytics kun je zien welke bedrijven naar jouw website linken, dus eigenlijk jouw link juice, zoals ze dat noemen. Van waar komen, wie linkt naar jouw website bijvoorbeeld, wie linkt naar jouw domeinnaam? En ga die mensen ook op de hoogte brengen van kijk jongens, mijn website is veranderd van naam. Ik heb een andere domeinnaam. Zorg ervoor dat je vanaf nu gaat linken daar naartoe. Je zou ook al je klanten op de hoogte kunnen brengen dat je domeinnaam, maar ook je e-mailadres veranderd is. Dus dat je toch stilletjes aan, heel erg, maar dat kan vrij lang duren, dat je toch stilletjes aan overstapt op die nieuwe domeinnaam. Als je een mail uitstuurt, dat je ook niet meer mailt vanaf dat oude e-mailadres, maar dat je mailt vanaf het nieuwe e-mailadres en dat je van onderaan in dat nieuwe e-mailadres zet van kijk, ons e-mailadres is aangepast, let daarop. Het zou op zich al gewoon een mail kunnen zijn aan klanten van ja, mijn mailadres is veranderd, dit wordt, mijn mailadres gaat veranderen, dit is per 1 juni bijvoorbeeld het nieuwe mailadres. Ja, klopt. Ja. En dat gewoon, en dan elke keer wel onder de mail zetten, ja. Ja, je zou het als een auto-reply kunnen instellen als iemand mailt naar dat adres van kijk, ik zeg maar wat, vanaf 1 juni wordt het e-mailadres niet meer gebruikt. Maar stiekem lees je het wel nog natuurlijk, maar je wil gewoon hebben dat mensen zoveel mogelijk dat e-mailadres niet meer gaan gebruiken. Ja, en wat ook heel belangrijk is, Gunther, als je toch echt van plan bent om op te zeggen... Mm-hmm. Kijk dan, denk dan ook even na over de waarde die jouw website heeft. De reputatie die je website heeft opgebouwd en daarmee ook een waarde, je domeinnaam, een bepaalde waarde heeft gekregen. Mm-hmm. Want, en denk dan ook na om je domeinnaam bijvoorbeeld zelf te verkopen. Je kunt je domeinnaam doorverkopen. Hè, iedereen weet, je domeinnaam is niet echt van jou, is wel van jou zolang jij betaalt. En het is een beetje gek dat iets wat van jou is zolang je betaalt, of zodra je niet betaalt, houdt het op, is het niet meer van jou, maar je kunt hem wel doorverkopen. En in de meeste domeinnamen vertegenwoordigen echt een waarde. Ik bedoel, er zijn, ik heb wat cijfertjes opgezocht en de domeinnaam vakantie.nl, die is in volgens mij in 2019 of 2018, is die voor 2,5 miljoen euro verkocht. En de domeinnaam voetbal.nl, ja, het zijn een beetje voor de hand liggende namen, maar destijds viel het allemaal wel mee. Maar voetbal.nl, dat ging voor 450.000 euro over in andere handen. Ja, nice. En dan heb je nog de standaard, vooral die dingen in de seksindustrie. Seks.com, die ging voor 13 miljoen dollar over... En Voice.com, dat was 30 miljoen dollar. En dus
er wordt enorm veel geld verdiend met die domeinnaam. En nou is het natuurlijk, jouw domeinnaam timmerman.nl zal geen, misschien geen 6 miljoen opleveren. Nee. Maar als jij daar 100.000 of 500 of 1000 of een mooi bedrag aan overhoudt, dan heb jij waarschijnlijk de kosten die jij de afgelopen jaren gemaakt hebt voor het registreren van je domeinnaam. Ja. En het behouden van je domeinnaam heb je misschien terugverdiend. Dus dat is altijd goed. Ik denk dus goed na van, kan ik mijn domeinnaam misschien wel doorverkopen? En het is helemaal geen gek idee om dan te gaan kijken van, oké, wie in mijn directe omgeving zou daar mogelijk interesse in hebben? En die persoon ga je gewoon benaderen. Je zegt gewoon van, joh, ik wil mijn domeinnaam wel aan jou verkopen. En wat heb je ervoor over? En dan kun je zeggen van, als hij weet dat jij hem wil verkopen, dan wacht hij toch gewoon, want dan zeg jij hem op. En dan registreert hij hem alsnog. Nou ja, daarom moet je hem ook niet gelijk opzeggen. Gewoon even een paar jaar beet houden. Want op dat moment ziet hij, dat kun je ook wel zeggen van, ja, ik ga hem niet opzeggen, maar als jij hem wil hebben, mag jij hem voor 500 of 750 of 1000 euro hebben? En zo ga je gewoon wat mensen benaderen die daar mogelijk interesse in hebben. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Uiteindelijk, het is altijd iets wat je in eerste instantie moet proberen. Het is natuurlijk niet makkelijk. Je hebt niet onmiddellijk een kanaal eigenlijk waar je dat op kunt gaan doen. Je zult misschien zelf wat actie moeten ondernemen. Maar ik denk zeker als je een soort van algemene naam hebt, dat je vrij makkelijk, dat je wel makkelijk een iemand kan vinden die interesse heeft in jouw domeinnaam. Ik bedoel niet, als ik GunterHimschot.be bij wijze van spreken zou hebben, ja, dan is het weinig waarschijnlijk dat iemand die domeinnaam zou willen kopen. Maar webhosting.be zou hebben bijvoorbeeld, dan weet ik zeker dat je die wel voor een aardige duit kan verkopen natuurlijk. Dat klopt. Het is heel erg afhankelijk natuurlijk hoe algemeen de domeinnaam is of hoe specifiek een domeinnaam is. Dus ja, eigenlijk, misschien kunnen we wel lichtjes besluiten. Doe je domeinnaam niet weg. Hij kan van echt kostbare waarde zijn voor je bedrijf. Je domeinnaam wegdoen kan zorgen dat je slecht voorkomt, dat het aan merkafbreuk doet. Dat het ook onveilig is voor je bedrijf, wanneer je of voor je persoon zelfs, wanneer je een domein te grabbel gooit, noem ik het maar, op het net. Bezin goed, zou ik zeggen, vooraleer je een domeinnaam opzegt. En uiteindelijk, ja, ik denk dat het slim is om sowieso zo op een of andere manier te gaan uitfaseren en te gaan spreiden over een langere periode eigenlijk. Oké, Gunter, dankjewel voor je bijdrage deze keer weer. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Zoals jullie weten, deze podcast is terug te zien op ons YouTube-kanaal. En ook op vervida.academy. Onder het kopje, onder het menu blogs en vlogs, daar staan ze allemaal. Daar staan de teksten, staat de tekst die we ook uitgeschreven. Dat is voor de lezers, als je een lezer bent. Je kunt ook luisteren op Spotify of de podcast van iTunes. Daar zijn we ook op terug te vinden. En mocht je nou denken van, hey, ik heb een heel leuk onderwerp voor een volgende podcast. Of ik heb een vraag, dat kan ook. Mail deze dan gewoon naar podcast@vervida.academy. En wie weet behandelen we hem de volgende keer. Ja. Ik zou zeggen, Gunter, nogmaals bedankt. Graag gedaan, Peter. En jullie bedankt. En tot de volgende keer. Hoi. Tot de volgende. Bye bye.